De kattenbak aan het schoonmaken. Goedemorgen. Het is 9:30. Ik dacht 10:30. Ik dacht, oh, ik moet er wel weer in de sportschool zijn. Maar het is 9:30. En ik zit even lekker op de bank. Ik ben bezig met de afvalvideo. Die ga ik vanmiddag afmaken. Mijn haar zegt. Misschien moet ik het even borstelen. Maar ik wilde nog even laten zien deze. Want het is dus de nieuwe. Die gebruik ik nu sinds 2 dagen. En ik ben echt geen fan van. Want die andere gaf echt heel veel product af. En deze bijna niet. Even kijken hoor. Dit is best wel moeilijk. Ik moet echt zo vaak eroverheen. Terwijl bij die andere hoefde ik echt maar een beetje aan te raken. En dan kleurde die het al in. En zoals je ziet, je blijft ook een beetje toch niet helemaal opgevuld zien. Die andere was echt veel beter. Terwijl, dan zou je haast denken dat ze iets aan de potloden hebben gedaan. Want in principe zou de kwaliteit en de structuur van het product hetzelfde moeten zijn. Ondanks dat het misschien een ander kleurtje is. Nou ja, nu is die wel ingekleurd. En je ziet wel degelijk verschil met die andere, maar ja, misschien moet ik ook gewoon eventjes eerst de product een aantal keer gebruiken. Dat hij dan zachter wordt of zo. Is dat een eigenschap van de wenkbrauwpotloden. Maar tot nu toe mis ik mijn oude heel erg. Ik heb dus nu druiven van de Jumbo. En de vorige keer had ik van de Albert Heijn. En ik vind het zo'n groot verschil. Ik vind deze zijn ook veel donkerder. Die van de Albert Heijn zijn veel lichter van kleur. Maar hebben ook veel meer smaak of zo. Ik weet het niet. Ik vind het echt niet lekker. Ik heb dat met heel veel fruit bij de Jumbo. Ben ik de enige die dat vindt? Of hebben jullie dat ook? Ik heb echt het idee dat het fruit van de Jumbo gewoon veel minder goed is. Dit is dan hoe het er uiteindelijk uitziet. Ik heb het gevoel dat, omdat ik dus harder gedrukt heb om er meer af te krijgen, dat ze ook heftiger zijn. Maar misschien moet ik zo even voor bij het raam kijken, want hier is niet zo heel veel licht. Maar ik ben nog niet zo fan. Ik raak dan zo gehecht aan een product. En als ik dan een nieuw product moet beginnen, dan wil ik het niet. Ik heb dat met mascara ook. Ik koop altijd dezelfde mascara. Maar op het begin is die gewoon echt nog niet fijn om mee te werken. Oh, mijn haar is ook chaos. Maakt niet uit. Ik heb dus om 11 uur afgesproken met Jarno in de sportschool. Of tenminste eigenlijk met mezelf. Want Jarno is aan het werk. En die is om 12 uur klaar. Dus dan ga ik even een uurtje biceps en schouders doen. En dan, als ik klaar ben, gaan we samen naar huis. Het wordt vandaag 30 graden. Bizar 30 graden. Maar gelijk daarna is het ook over. Vanaf morgen is het gewoon weer regen en ellende. Dus daar moeten we eigenlijk nog even goed van genieten. Maar hij moet om 3:30 alweer weg. Want hij moet om 4:00 trainen. Dus het is niet zo lang. Maar we kunnen sowieso wel even gewoon, misschien even een terrasje pakken of zo. Even wat drinken. Verse smoothie. We kunnen ook wel weer lunchen. Maar ja, we zijn vorige week ook al wezen lunchen. Een beetje overdreven. Maar aan de andere kant, het is de laatste lekkere dag. Daar moet je ook wel een beetje van genieten. Zo, hier is het beter licht. Is het heel heftig? Het is heftig, hè? Ik vind het echt heel heftig, geloof ik. Oké, nou ja. Voor vandaag is het wel even prima. Ik kan het wel een beetje lichter maken misschien. Maar kijk, zodra je dat doet, krijg je alweer een beetje gaten erin. Maar als iemand nog een goede budget tip heeft voor wenkbrauwpotlood. Misschien moet ik even wennen. Ik geef niet gelijk op. Maar als je tips hebt, vind ik wel fijn. Dan ga ik gewoon eens een beetje rondkijken. Ik heb ondertussen mijn sportsessie er wel op zitten. Maar Jarno is nog niet klaar. Dat is echt, als we met z'n tweeën sporten, zijn we zo sloom. En nu, ja, heb ik gewoon binnen een uur alles gedaan. En hij is nog niet helemaal klaar. Dus ik zit even in de kleedkamer nog water te drinken op mijn telefoon. En dan gaan we zo. Ik heb verder, we hebben het nog niet over gehad of we wat gaan lunchen. Of dat we gewoon thuis lekker op het balkon gaan zitten. Maar het is volgens mij ook gewoon te warm om echt in de zon te zitten. Ik bedoel 30 graden. What? Het is ook nooit goed in dit land, hè. Het is of te warm of te koud. Kan niet in de zon, moet in de schaduw.
Ja hoor, zomers outfitje aan. En lunchje maar. Zonnebrilletje op. Ging die nou dicht? Ja, hij ging dicht. We gaan bij de drie zussen eten, maar ik denk dat we niet in de zon gaan zitten. Oh, hallo? Ja. Drie zusjes. We hebben echt een heel leuk terras. Maar er zijn meer mensen die dachten. Oh ja. Maar ik zie ook nog genoeg plek, dus. Jarno is naar het trainen en ik ben thuis. Ik heb even een ander jurkje aangetrokken. Want ik moet zo het intro nog opnemen voor de video. En ik vond het niet zo heel leuk wat ik aan had. Dus... En ik heb even gedoucht. Ik heb geprobeerd mijn make-up erop te houden. Maar je ziet echt een soort van zwarte vegen van het vocht of zo. Misschien moet ik me even opnieuw opmaken. En sowieso mijn haar nog even doen. Maar ik wilde eerst eventjes kijken of voor de rest alles goed zit. Alleen... It's empty the bampty. Dus ik ga nu, denk ik, Gossip Girl weer kijken. Dat is echt voor mij 10 jaar geleden, misschien nog wel meer, dat ik dat voor het eerst ging kijken. En ik kan me het nog wel een beetje herinneren, maar niet zo goed. Dus ik ga weer opnieuw beginnen. Komt eigenlijk omdat Birdie opnieuw is begonnen en ik ga er gewoon keihard na apen. Dus, en dan moet ik nog even de voice-over inspreken en dan kan hij online. Dus ik denk dat het nog wel even 2 uurtjes werk is of zo. Maar dat geeft niet, want ik heb nu toch alle tijd. De video is al, het duurde allemaal veel langer dan ik had gedacht. Maar ik ben er echt blij mee. Ik vind het echt een super leuke video geworden. En ik heb het echt op mijn manier gedaan. Dus ik hoop dat jullie hem ook leuk vonden. Ik ben er echt blij mee. Ik ben nu aan het koken, maar het is al 7:30. Dus ik ben echt bijna 4 uur bezig geweest nog met die video. Maar nu is die echt hoe ik hem wilde. Dus ik hoop dat die ook goed ontvangen wordt. Ik ga mijn pastaatje maken. Ik had dus ook bramen van de Jumbo. Die zit ik nu te eten. Oh, die zijn echt niet lekker. Ik weet het niet. Ik moet gewoon denk ik geen fruit meer kopen in Jumbo. Maar ik ga het ook niet weggooien. Dus doe ze wel door de yoghurt of zo. Maar gewoon zo. Nee. En de kattenbak aan het schoonmaken. Dat is toch wel met 3 net even iets meer werk. Maar ze hebben dus bij de Albert Heijn nieuwe... vormgeving van de zakken. Dit is nog een oude, die zit nog half vol. Omdat ik 3 kattenbakken heb. En ik doe een halve zak per kattenbak. En ik stond dus achter de kassa bij een vrouwtje. En die zei tegen mij... Sorry. Die zei tegen mij... Oh, wat een lief konijntje. Heb je konijntjes? En ik ben dan dus echt zo'n type mens dat dan zegt... Ja, 2 zelfs in plaats van nee, katten. Omdat ik het gewoon zo schattig vind. Dat ze dit leuk vindt, weet je wel. Ah, ik moest er zo lachen. Het lijkt ook wel een beetje konijntje, ik snap het wel. Het is wel een mooiere zak geworden. Alleen waarom is dit sensitive en dit niet? Volgens mij is die namelijk wel precies hetzelfde. Nou ja, hopelijk vindt Tijger deze net zo fijn. Ik ben lekker in bed terechtgekomen. Ik moet nog wel even mijn make-up eraf halen. En maar dan ga ik lekker slapen. Morgen moet ik dan wel werken, maar dan alleen de avond. En dan heb ik donderdag weer vrij. Dus ik ben morgen overdag ook nog wel lekker vrij. Dat scheelt. Dan kan ik gewoon weer eindeloos lekker Netflixen. Hey. Bedankt voor het kijken. Welterusten en tot morgen.